Ja, dan begin je zo'n video en ja, je weet eigenlijk dat het is een keer moet gemaakt worden. Yo mensen, Matty Bouchereau. Ik wil eigenlijk iets mededelen, want ik heb 2 maanden niet geüpload, dat hebben jullie vast gezien. En dat heeft eigenlijk een reden. En die reden ga ik nu vertellen. En ja, het is eigenlijk niet echt heel erg leuk. Maar laat ik me gewoon meteen beginnen. Ik had het de laatste tijd echt heel erg druk met school. En toen zat ik een beetje na te denken. En ik had niet echt leuke ideeën voor nieuwe video's of zo. En ik vond het niet meer echt leuk om video's te maken voor Mattibos. Ik weet het niet. Ik had niet echt. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vond het niet meer leuk om commentary op games te geven. En dan denken jullie vast van, ja, dan kan je toch verder met Mattibos een nieuwe start beginnen of zo. Maar ik weet het niet. Ik zie het niet echt in. Want de views waren niet heel goed. De likes waren ook niet zo heel erg goed. De abonnees gingen daarentegen best wel goed. Maar we hadden 136. Nu is dat weer afgezakt naar 126. Maar dat maakt me niet echt uit. Ik kijk meer naar de weergave of zo. Of iets goed bekeken wordt. En over het algemeen waren bijna alle video's niet echt heel erg goed bekeken. Behalve dan een Q&A of een teken het maar of zo. En ik vond het niet meer echt heel erg leuk. En ja, ik heb erover nagedacht. En het is best wel een moeilijke beslissing om te maken. Want ik ben. Zou ik even kijken? Ik heb hier een computer naast me zitten staan. En dan kan ik even kijken hoe lang het geleden is dat ik ben begonnen. Even kijken. Het is mijn laatste video. Wanneer was dat? Even kijken. Dat was op 27 september. Nou, dat kan je vergelijken als bijna precies 1 jaar geleden. Meer dan 1 jaar. 1 jaar en een maand of zo. Maar in ieder geval, dat was mijn eerste video. En ik vond het echt heel erg leuk om zo'n video te maken. Het was met Erik en zo. En ik heb er dus over nagedacht. En ik ga dus stoppen met YouTube. En nou, het is niet echt stoppen met YouTube. Maar ik ga stoppen met Mattibos. Ik weet nog niet of ik iets anders wil gaan doen. Bijvoorbeeld iets anders doen dan games maken. En dan iets op de dan commentary geven. Maar ik wil misschien gewoon iets anders doen. Bijvoorbeeld andere soort video's maken. Of ja, ik weet het niet. Maar dan zullen jullie dat wel van me horen. Maar ik ga dus stoppen met Mattibos. Ja, dat had dus zijn redes. En dat heb ik dus verteld. Maar ik wou jullie echt heel erg bedanken. Want ik vond het echt een hele leuke tijd. En het was echt heel erg leuk met Jordi en Erik. Erik en Jordi zijn ook alle twee al gestopt met hun kanaal. Dus ik was als enige. En ze vroegen me aan me zo, Matthijs, waar komen je video's nou? En ik zei, ja, moeilijk uit te leggen. Ik stop. En toen zei ze, echt? En ik zei, ja. En Jordi was al eerder gestopt. En die had zijn kanaal ook verwijderd en zo. Dus ja, ik ga dus ook stoppen. En ja, ik vond het echt heel erg leuk. Ook dat jullie zoveel bij de livestreams dan waren. Sommige kijkers van jullie. En dan hadden we best wel een gezellige avond met de livestream en zo. En dat was altijd wel leuk. Alleen, ja, ik vind het nu niet meer zo leuk worden. En ik heb het ook een beetje druk met school. Dus dan eindigde ik eigenlijk deze video weer met het woordje wat ik altijd in de video zei. En dat was bye-bye mensen. En hartstikke bedankt voor alles dat jullie hebben gedaan. En alle support die jullie hebben gedaan. Maar ja. Ja. Nou. Ik zeg bye-bye mensen.